Ik ben hier op de verpleegafdeling van Tertjouw, waar mensen wonen met geheugenproblemen. Nou, ze zijn hier op zoek naar een vrijwilliger die kan komen helpen bij de beweeggroep. En ik ga vandaag even meegaan. Goedemiddag. Hi. Hi. Jij bent medewerker dagbesteding hier in het verzorgingshuis. Ik kom je helpen vandaag. Helemaal gezellig. Wat gaan we doen? Welkom. We gaan bewegen. Ja. We gaan bewegen vandaag met hoepels. En met stokken, maar dat zul je strakjes wel zien. Er zit een opbouw in. Ja. We gaan beginnen met een warming-up. Daarna... Het ziet er heel actief uit. Ja, het is heel actief. Goed voor de hartslag en de doorbloeding. Ja. Het zorgt dat mensen langer dingen kunnen blijven doen. Ja. Het geeft plezier. Je haalt mensen uit hun isolement. En dit is de beweeggroep. Het is eigenlijk een stukje naast de fysiotherapie. Een beweeggroep die eigenlijk ondersteunend werkt aan de fysiotherapie. Ja. Dat is echt behandeling. En dit is eigenlijk een stukje recreatief bewegen. Nou, zitten hier mensen met geheugenproblemen. Ja. Hoe lastig is dat dan om zo'n bewegingsles te geven? Nee? Helemaal niet lastig. Het is ontzettend leuk. Waar kan ik je mee helpen? We gaan de cliënten ophalen die bij de beweeggroep zitten. Okay. Nou, gezellig. Let's go. Ik kom mevrouw Evers en mevrouw Stapels ophalen voor de beweging. Want volgens mij bent u mevrouw Evers, toch? Dag, ik ben Renate. En u mevrouw Stapels? Ja. Dag, ik ben Renate. Ik kom u ophalen voor de beweging. Welke beweging? We gaan verderop in de gang bewegen. Oh god. Nou, ik hoor dat u er zin in heeft. Ja. Wilt u een arm? Misschien? Nee. En nog een arm? Kom maar. Gaan we dat redden met z'n drieën hier wel, toch? Jawel. Ja, hè? We gaan sporten, dames. Komt dat goed? Nee. Jawel, toch? Ik heb er zin in, hoor. Ja, ik niet. Nee? Oh, wilt u een hand? Of waarom niet? Nou, ik weet niet wat er gaat gebeuren. We gaan bewegen. Ik heb begrepen dat we een soort gimmen, zitdansen en iets met de hoepels. Zitdansen gaat wel. Ja, dat is wel leuk. Ja, okay, dat is denk ik, hoor. En wat is uw favoriet bij bewegen? Wat vindt u leuk? Niks. Nee? Oh, we hebben een enthousiaste menigte. Daar, ja? Nou, gaat u daar lekker zitten. Vindt u het wat of niet? Oh, no. Ja, je kunt er wel lekker doorheen kriebelen, hè? Oh, wat een geknet, hè? Ja, u vindt het niet kunnen eigenlijk? Ik niet. En daar moet je voor betalen, hoor. Als je zo'n boek hoort. Ja, ook nog. Welkom allemaal op de beweeggroep. We zijn weer bij elkaar om een uurtje lekker te gymnastieken. Veel plezier, we gaan beginnen met een warming-up. En dat gaat op muziek. Daar komt-ie. Komt-ie. Bewegen. Armen, benen. Goed zo. De armen open, hè? Ik ga even. Goed zo. En dan gaan we lopen. En zwaai. 3 jaar geleden werd ik gepensioneerd. Ja. En thuis mijn vrouw de hele dag helpen wordt ook een beetje vervelend op een gegeven moment als je dat de hele dag moet doen. Nou, zo rol je ertussen. Maar wat maakt het zo leuk om hier te helpen? Het maakt zo leuk dat je op een gegeven moment ziet van, ik zie hier mensen die met, ja, een beetje gedeprimeerd of een beetje depressief binnenkomen. En die zitten hier na 10 minuten met oefeningen bezig en je ziet een big smile op het gezicht komen. Ja. Nou, dan geniet ik. Ja. Als ik alleen maar opzij kijk en een keer zo doe en iemand gaat meedoen en enzovoort en meer. Waarbij je alleen maar goed hoeft te kijken dat er wat gebeurt. Nou ja, dat is heerlijk om te zien. Vindt u het fijn, dat uurtje bewegen? Ze haalt me van het werk af. Ah, oh, dat is het. Aan de andere kant op. Oh, we moeten de andere kant op sturen. Ja. Oh, terug. Ja, terug. Sorry, ik zal niks meer zeggen. Goed, we gaan gewoon weer aan het werk. Als je ziet dat je dus weer een uur iets anders kunt doen dan alleen maar op de kamer zitten, ja, of iets anders, of meer, nou, dan vind ik dit al een geslaagd iets. Ja, nou mensen, ja, dat is ze zijn er weer uit en ze worden er vrolijk van. Oh, bijna een doelpunt. Oh, ja, nou is hij voor mij, Dorothee, even voor mijn idee, wat is er nou precies nodig hier? Wat hebben jullie nodig aan vrijwilligers? Wij hebben eigenlijk voor op de huiskamers hebben we eigenlijk heel veel vrijwilligers nodig.
die ons helpen met assisteren. Met dagelijkse dingen zoals ontbijtjes, alle maaltijden eigenlijk, kleine activiteiten. Ja. En of dat nou de ochtend, de middag of de avond is of het weekend. Als iemand een paar uurtjes over zou hebben en ja, affiniteit heeft met oudere mensen, en dan zijn we enorm geholpen. Weet je, het zit hem in kleine dingen. Ja. En het is ongelooflijk leuk, kan ik uit ervaring zeggen. Kijk. Waar blijft die, dames? Ach, daar. De eerste vrijwilliger heeft zich al gemeld. Maar er kunnen er nog veel meer bij, dus heeft u wat tijd over, geef u op.